Yo filmbuddies, het is weer vrijdag, dat betekent een nieuwe Filmfabriek review en dit keer is het straight out of motherfucking Compton. Excuses voor mijn taalgebruik, maar ik word altijd heel erg enthousiast van waargebeurde films. Zeker als het ook gewoon nog heel erg vet en goed gedaan is. En dit keer hebben we het dus over Straight Outta Compton. Het verhaal vertelt het opbloeien en het ondergaan van NWA. Dat is de groep Niggas With Attitude. Een rapgroep bestaande uit Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren, Eazy-E. En mis ik er nog eentje? Nou, doet er niet toe. Maar het op neerkomt is dat deze groep echt vanuit pure frustratie rapte over het geweld en het racisme in de jaren 80, wat zij echt zagen gebeuren op de straat. En dit was voor die tijd best wel nieuw. Je ziet ook in de film dat Dr. Dre al eigenlijk bezig was met het beetje DJ beats maken en dat de club waar hij werkte, dat de eigenaar van zei, hey, draai, ik wil niet dat je dit soort muziek draait. En dan maken ze ook nog met de NWA het nummer Fuck the Police, waar ze nog immens populair mee gaan worden. En al die ontwikkelingen hebben natuurlijk twee kanten. Een positieve kant en een negatieve kant. Oftewel ook dus een ondergang. En dat is geen spoiler, dames en heren. Dat is gewoon zo. In 2009 is de film al aangekondigd. Dat is 6 jaar geleden, dames en heren. Inderdaad, dat duurt gewoon eventjes zo. En de film is geregisseerd door Gary Gray. En Gary Gray heeft al eerder samengewerkt met Ice Cube en Dr. Dre. Dus dat zijn zeker geen onbekenden van elkaar. En ik vertel je nu eerst waarom je niet naar Straight Outta Compton hoeft. In eerste instantie zou ik zeggen, als je niks met hiphop hebt, dan hoef je deze film ook niet te zien. Maar als ik heel eerlijk ben, moet je wel echt een extreme afkeer hebben, al wil je Straight Outta Compton niet zien. Ik vind namelijk de hele chemie tussen die hele groep van NWA en de ontwikkelingen daarin, eigenlijk het drama, dat vind ik mooi om te zien. Je ziet echt dat er een bond is en dat er dat er iets gebeurt. En dat vond ik heel erg vet en mooi om te zien in deze film. En wat ik ook wel heel erg dope vind, is dat Ice Cube, die natuurlijk toen heel veel jonger was, wordt bekleed door zijn eigen zoon. Dat is funny, right? En verder heb ik persoonlijk ook geen grote momenten of stijlkeuzes kunnen vinden waarvan ik dacht, nee, daarvoor hoef je de film niet per se te zien. Best wel gek eigenlijk. Wat ik wel fijn vond bij de film is dat ze direct beginnen met een conflict, waardoor je echt met je aandacht bij de film blijft. En je ziet vervolgens hoe de wereld voor hun is, dat ze het moeilijk hebben, dat ze arm zijn en dat de politie zo racistisch als de neet is. En tegelijkertijd is het Gary Gray ook zeker gelukt om niet de bocht uit te vliegen. Want voor hetzelfde geld werd het hartstikke melodramatisch en dan zat je met de handen in het haar en dan ging je, waar kijk ik naar? Want als je kijkt naar de rapteksten en het geweld in de film, het is niet overdreven. Waar ik zelf extra goed op let bij dit soort films, buiten al die actiescènes en al de rapteksten en al de muziek, is of de chemie tussen deze acteurs wel echt is. Dat je dat voelt, dat daar echt een klik is. En dat is echt gelukt bij Straight Outta Compton. Ik zag echt dat deze jongens oprecht dingen voor elkaar wilden opgeven. Maar tegelijkertijd ook dachten aan hun eigen portemonnee. En ja, hoe dat allemaal zich heeft uitgespeeld en eigenlijk ervoor zorgt dat er een tweede, best wel emotionele lading helft. Nee, ik bedoel te zeggen dat de tweede helft van de film best wel een emotionele lading heeft. Ja, dat is goed gelukt. In de film heeft de groep NWA een manager, Jerry Heller, gespeeld door Paul Giamatti. En in het begin vond ik deze meteen al echt een rare dude. En hij speelt het zo ontzettend mooi. Je ziet gewoon dat het een sulletje is. En dat vind ik wel mooi te zien. En op een gegeven moment luisteren ze met z'n allen naar een diss track van Ice Cube, die uiteindelijk uit de groep is. En de reactie van Jerry Heller, my gosh, die is goud. Maar ook het nummer No Vaseline, wat je nu al gewoon kan luisteren, wat dat al jaren bestaat. Ik vind het super dope. Toen de film was afgelopen, had ik ook echt oprecht het gevoel dat ik werd geïnspireerd. Je ziet gewoon gasten die met niks of bijna niks begonnen. En uiteindelijk, als je kijkt naar Dr. Dre wat er met hem is geworden, met een Ice Cube wat er met hem is geworden. En nou ja, dat is ook natuurlijk een andere kant, maar dat vertel ik niet. Je krijgt wel echt het gevoel dat deze mannen een soort van grondleggers waren voor de hiphop van nu. Ook als je kijkt aan het einde van de film, dat een Eminem daarover begint en een Snoop Dogg daarover begint. Dat toch Dr. Dre en Ice Cube voor hun de voorbeelden waren en de grondleggers van hiphop. En dat vind ik wel vet. En tegelijkertijd, waar ik ook aan moest denken is, als je deze film hebt gezien, hoe denk je dan over de Nederlandse hiphop? Als je kijkt naar Lil Kleine, als je kijkt naar een Ronnie Flex of weet ik veel wat, hoe kijk je dan naar de Nederlandse hiphop? Ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw mening daarover is. Ik geef in ieder geval 4,5 ster voor Straight Outta Compton. Ik ben heel erg benieuwd dus naar jouw mening over de film en wat je vindt van de Nederlandse hiphop industrie als je deze film hebt gezien. En laat me zeker ook weten door middel van een duim omhoog dat je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren op de Filmfabriek. Dit is de Hashtag Beeldcel van deze week.
Pats. En klik hiernaast voor een andere Filmfabriek review. Dat was Schone Handen, Nederlandse misdaadthriller. Wil je nou weten of dat ook een go of een no-go film is? Laat dat, gewoon even klikken. Of op de infocard of in de videobeschrijving. Tot later. Je kunt nog even klikken. And it's gone. Later.